Maar mijn vraag is of het dan definitief van haar gaat. Kijk even naar de heer Verheer. Kijk niet, dat is een agendapunt. Dat we dan met aanvullende informatie opnieuw in de commissie hebben op deze agenda. Dat is het voorstel wat de heer Verheer met de directeur. Ik wil van Strik steunen, de fractie aan de hand. Wel het voorstel van de heer Verheer. We hebben daar gisteren de fractie over gehad. Met name dat onze fractie van de commissie daar heeft aangegeven dat het voorstel ook kan leiden tot het verdwijnen van discussie over de eventuele omzetting van deze raadzaal. Dat we tonnen zou kosten en onze fractie doet ook een voorstel. Dus dat zou dan ook kunnen winnen. Dank u wel, voorzitter. Meneer Rekking haalt ze net aan dat het agendapunt 6 is, maar in de nieuwe raadsvergaderingagenda is het punt 8. Fractie, de heer Van Dijk, en punt 8. Ja, wij steunen dit voorstel, maar goed transparant op die. Ja, heer Zabar. Voorzitter, ook deze 66 sluit zich daarbij aan. Het lijkt ons goed om alles in beeld te hebben, dus ook de kosten, enerzijds, anderzijds de besparingen die we daar mogelijk op kunnen maken. Dus wat ons betreft, meegaan in het voorstel van de PvdA. Heer Van Leeuwen. Wij kunnen ook meegaan in het voorstel van de heer Ging. Heer Van Maart. Ja, moet ik niet sluiten, denk ik dan. Dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft kan raad en beeld op de agenda blijven staan. Ik hoor gehoord hebben de vergadering. Ik zie ik een meerderheid aftekenen om van de agenda af te halen. Ik wil voorstellen om het agendapunt om deze agenda af te halen en een nieuwe agendapunt te maken voor de volgende of daarna de volgende vergadering. Dat is dat bij deze besloten. Er is om spreekrecht gevraagd over het onderwerp bestemmingsplan Landen voor het Oost, uitbreiding van grensplannen. De heer Stommels, de heer De Haas, Van Rooij en Van Vught hebben om spreekrecht gevraagd. En als eerste wil ik de gelegenheid geven, want het is te gebruiken, dat zal ik ook even zeggen voor de publieke tribune, dat diegenen die spreekrecht hebben gevraagd, al voordat de agenda moet besproken worden, die is dat recht van inspreken gebruik maken. Dus op het onderwerp branden voor. We hebben vier sprekers spreekrecht gevraagd en het onderwerp vluchtelingen van één spreker. Ik wil graag beginnen met de vier sprekers van Brandenvoort Oost. En ik wil vragen of de heer Stommels zou beginnen. Is de heer Stommels aanwezig? Toen ik ook uiteindelijk het plan zag,
En toen ik hoorde dat de tennisvereniging op de commissievergadering haar standpunt mocht verduidelijken en dat wij dat niet mochten doen. Even een korte toelichting op de bezwaren. Parkeren. Wij geven aan en kunnen middels melding bewijzen dat er sprake is van parkeeroverlast. Het antwoord dat wij dan van de commissie van krijgen, gaat over normen van het aantal parkeerplaatsen. Dat antwoord is geen enkele antwoord op de bezwaren die wij ingediend hebben. In de zorg beroept men zich ook altijd over normen. En vandaar dat er een toenemend aantal scheidingen geval in onze maatschappij van mensen kleed in de maatschappij voorkomt. Verkeerd op antwoord, het volgende punt. De gemeente heeft een beleid om in onze wijk onze wijk verkeersduw te maken, omdat veiligheid voorop staat. En stelt hiervoor echt alles in het werk. Vervolgens legt ze de hoofdingang van onze tenniscomplex zo neer dat alle tennissers door de wijk heen moeten. Hier is een stroom van onnodig verkeer dat nota bene langs een basisschool gaat. Wij hadden dus voorgesteld dat als we dan het bestemmingsplan toch gingen wijzigen, dat we dan zo zouden zorgen dat de entree van de tennisbaan dan ook meteen in een beter ontsloten zou worden via de Heetlaan en de Middelse Weg. U kunt van mij aannemen dat tijdens de verkeers- en parkeeroverlast het merendeel van de tennissers niet uit de wijk komt. Het commissieantwoord luidt dat mensen geen navigatiesysteem zullen gebruiken en de kortste weg toch wel zullen zoeken. Dit doet natuurlijk iets ter zake. Over veiligheid wordt geen antwoord met geen woord gered, alsof dit inmiddels niet belangrijk is. Ik ben ervan overtuigd dat als we het complex anders ontsluiten, de tennissers uiteindelijk ook via de kortste en meest gangbare weg naar het complex zullen rijden. En zich niet. Ja. Punt 3 van bezwaar 3 gaat over het verkleinen van het hondenlosstaatplein. Dat heeft je allemaal na kunnen lezen. Ook daar staat een antwoord op over normen. En staat helemaal, gaat ook niet ingegaan op de bezwaar die wij daar echt neerleggen. Zoals je hoort, heeft mijn vertrouwen in de democratische maatschappij en eerlijkheid van de mensen een flinke knauw gekregen. U, de raadsleden van Helmond, kunnen dit vertrouwen herstellen. Mijn beroep dan aan u, raadsleden, u niet met dit plan in te stemmen en een druk op uit te oefenen op de besturen, zodat u samen met de alle belanghebbenden komt tot een beter plan en waarbij het parkeren en het verkeer door onze wijk ook daadwerkelijk meegenomen wordt. Indien dit plan toch goed gekeurd wordt, dan zie ik het als mijn noodzaak om mij gebruik te maken van mijn democratisch recht. En tegen deze beslissing verder bezwaar aan te tekenen, desnoods tot de Raad van State. En net zolang totdat de babyboom van Brandenvoort voorbij is en verder uitbreiding van het complex niet meer nodig is. Dank u wel voor uw tijd. Dank u wel. Er is een mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen, maar dan alleen de duidelijkende vraag. Mevrouw Maas. Dank u wel, voorzitter. U refereerde net aan dat de meerderheid, zeg maar, dat er niet een meerderheid van de mensen uit de wijk zouden komen als lid zijn van de tentvereniging enzovoort. Waar baseert u dat op? Dat baseer ik op het feit dat tijdens de parkeeroverlast met name plaatsvindt tijdens toernooien. En tijdens de toernooien komen meerdere mensen van buiten de wijk. En dan is het aanzienlijk drukker met verkeer en ook aanzienlijk meer auto's. Oké, maar u heeft niet de ledenlijst, zeg maar, bekend als mensen die lid zijn uit de hoofd gekomen? Nee, dat heb ik niet. Data hebben we niet. Wij hebben wel een ledenlijst gevraagd, hebben wij niet gekregen. Jullie hebben waarschijnlijk wel gekregen, wij kregen die per definitie niet. Dank u wel, maar geen debat in ieder geval. Dank u wel. Dan zou ik nu willen vragen, nog een vraag, mevrouw Van Baarden. Ja, ik heb 2 vragen. Denkt u dat alle auto's die dus mogelijkerwijs daar komen om allemaal te tennissen, dat die allemaal tegelijk komen en dus overlast veroorzaken? Of komen die met name verdeeld uit 's avonds? En mijn tweede vraag was, merkt u een verschil nu de toegangspoort die eigenlijk de 2 parkeervoorzieningen scheidt, dat daar ook op een andere manier mee wordt omgegaan? Ik zie u al lachen, dus ik zie graag een reactie. Korte reactie. Er zijn pieken in het verkeer, omdat tijdens hele uren er getennist wordt tijdens de avonduren.
zijn de uren of zijn de wedstrijden wat meer verspreid en heb je dus een meer continue stroom en een lagere stroom van verkeer, maar wel een grotere parkeeroverlast. Uw tweede vraag kan ik niet op antwoorden, want die slagboom die zou per 1 december 2014 in werking worden gesteld, die is per 1 september 2015 in werking gesteld en sindsdien heeft hij denk ik 7 dagen gewerkt en daarna is hij rustig. En de veiligheid is daar echt een probleem van die bus die door onze wijk heen crost. Dank u wel. Dan ga ik over naar de heer Bakker. Als ik het goed begrijp, zei u dat u uw bezwaar niet mocht toelichten in de commissie. Dat is wat ik begrepen heb. Kunt u dat toelichten waarom u dat niet mocht? Nee, kan ik niet. Dank u wel. Dan krijg ik nog meer vragen. Via de straat
Dus dan wil je gewoon zo min mogelijk verkeer. Wij als bewoners pleiten voor een adreswijziging of het anders opknippen van de parkeerplaats. En dat is eigenlijk feitelijk ongeacht of de uitbreiding nou wel of niet doorgaat. Met ingang aan de zuidoost, dus aan de Houtse kant, wordt veel verkeer uit de wijk gehouden. En bovendien kunnen hulpdiensten eerder ter plekke zijn. Vanuit de Delgeliek of de brandweer, die uit Mieren komt. Of... Mocht de uitbreiding van parkeerplaatsen noodzakelijk geacht worden, dan denken wij ook dat het aan die kant moet geschieden. En we willen dat niet aan de brandweerse kant, want je wil auto's dan niet aanmoedigen. We hebben allerlei alternatieven aangedragen. En afsluitend willen wij dan ook even melden dat wij het ten eerste betreuren dat die alle van tafel zijn geveegd en dat op geen enkel punt iets tegemoet gekomen is. Daarom kunnen wij niet achter de uitbreiding staan zoals die nu, zoals het plan er nu ligt. Nogmaals willen we als buurtbewoners even melden dat zijn niet tegen sport, tegen tennis of tegen de tennisvereniging de Rodes, maar uitbreiding van een tennispark tast ons uitzicht en mogen ons permanent aan. En mogelijke capaciteitsproblemen zijn van tijdelijke aard. We denken dat de gemeente haar geld beter en anders kan besteden. En we wensen u veel wijsheid bij het nemen van een weloverwogen beslissing. En dank u voor de aandacht. Dank u wel. Dan kijk ik even naar de gemeenteraad. Zijn er vragen aan de heer De Haas? Zo niet, dan dank ik de heer De Haas voor het inspreken. En dan zou ik wel uitnodigen van Roy. Roy is aanwezig. Even voor de duidelijkheid voor de gemeenteraadsleden is als iemand een zienswijze heeft ingediend, dan kun je niet in de commissievergadering inspreken, wel in de raadsvergadering. Dat is een verordening die wij samen hebben vastgesteld. Dat is de reden waarom je dus niet inspreekt in de commissievergadering, maar wel in de commissievergadering. Dan geef ik het woord aan de heer Van Hoorn. Heer Van Hoorn. Geachte burgemeesters, leden van de gemeente. U heeft veel bezwaar ontvangen betreffende de voorgenomen uitbreiding van de tennisbaan. Het is betreurenswaardig dat u deze met een kanttekening naast zich neerlegt. De besluitvorming door de commissie is ontstaan zonder hulp uit de omgeving te horen. Er is uitgebreid gelobbyd door de tennisvereniging. Dit is simpel gezegd niet eerlijk verlopen. Ik heb al persoonlijke opmerkingen, maar voor de volledigheid is 5 minuten veel te kort. In 1999 hebben wij in verband met het blijvend vrij uitzicht voor onze kavel bijna 10% meer moeten betalen bovenop de geldende grondprijs. U kunt daarom destijds niet dezelfde grond aan de vereniging hebben beloofd voor de toekomstige uitbreiding. U kunt mij het vrije uitzicht niet zomaar ontnemen. Dat noem ik gewoon diefstal. Ik heb er immers voor betaald. Bij uitbreiding van het tenniscomplex zouden we daar niet meer plek wonen en zal onze woning aanzienlijk in waarde dalen. In het masterplan Brandenvoort wordt de wijk omgeven door een groene bufferzone. De reden dat de gebouwen zijn een kastmolen is ten behoeve van het uitzicht vanuit Brandenvoort. Er zijn mij daarom regels opgelegd door de welstandcommissie en ik heb mijn bouwplannen meerdere malen moeten wijzen. Betreffende licht en geluid. Bij het ontwerpbestemmingsplan ligt het gemarkeerde deel op slechts 20 meter van de woningen aan de kastmolen. De afstand komt ruim binnen de berichtlijn van 50 meter en dat is minder dan de lengte van een tennisbaan. Tennissen staan dus straks dichter bij mijn woning als tegen een opponent. De tennisvereniging De Horst heeft om reden van overlast geen baanverlichting. Er is akoestisch onderzoek verricht in de omgeving van het tennispark aan de Sint-Antoniusweg. De woningen aan de kastmolen staan echt aanzienlijk dichterbij. Ik heb nooit een onderzoeker gezien. De resultaten in het rapport zijn rekenwaardes op basis van maar 1 meetpunt. Bij de berekening staat de geluidsbron midden op de baan. De tennissen staan echter aan de rand en dus veel dichter bij onze woning. Er wordt geen rekening gehouden met geluidsreflectie en achtergronden. Mijn woning heeft een grote overstek, waar ik het geluid door reflectie zal versterken. De gemeente Maximumwaarde is vreemd genoeg opgetekend bij de niet volledige bezetting van de baan en deze Maximumwaarde wordt niet eens gebruikt in de berekening. Nu al komt het rekenmodel op de hoge waarde uit. Daarvoor zou er een geluidsscherm moeten komen van 3,5 meter hoog. En dan verwijs ik naar paragraaf 5.2 van het geluidsrapport. Ik denk niet dat de raad hier rekening mee heeft gehouden. Nut en noodzaak. De recreatieve spelers willen allemaal op hetzelfde tijdstip. Om 8 uur 's avonds de baan. Op dat tijdstip worden ook lessen gegeven. Ja, dan zijn er momenten de banen tekort. Er is op verschillende manieren een beter verspreid gebruik van de baan mogelijk. Het onderzoek naar de mogelijkheden bij MTV, de Mielovertellingsvereniging, toont aan dat er geheel geen noodzaak is. Zelfs met een blijvende levens.
iedereen gaan tennissen. Vanuit de nog te realiseren delen van Brandenvoort ligt MTV niet verder weg als Carolus. De tenniscapaciteit van het sportcentrum De Brug, welke ook gebruikt wordt door Carolus, wordt in de behoeftebepaling buiten beschouwing geraakt. Ook binnen de gemeente is er een overschot aan tennisbanen. De beslissing tot aanleg van extra banen heeft een aanzuigende werking tot gevolg. Hoe gaat het dan met die andere tennisverenigingen? Ik heb een plaatje gemaakt met betreffende de tennisverenigingen en de capaciteiten. Dat kunt u natuurlijk zo niet zien, maar voor de raadsleden heb ik daar een kopietje gezien. En die rode bol daar stelde de brug voor. Volgens mij wordt u als gemeenteraad door Carolus een verkeerde voorstelling van zaken gegeven. Het is aan een tennisvereniging gelegen de wijziging door te drukken. Afgelopen jaar is het ledenaantal met 15% gedaald. Bij een volgende jaarwisseling zou de gemeenteraad ook kunnen weten dat het met Carolus niet zo vaak loopt. Ze hebben geen 900 leden. En ja, er bestaat een wachtlijst. Een wachtlijst van leden die pas per kalenderjaar van de ledenlijst verdwijnen. Het zou zomaar eens kunnen zijn dat per 2016 Carolus maar 730 leden heeft. De huidige 860 minus 15%. Waarom zag ik de personen op de zogenaamde wachtlijst er in januari niet bij komen? Er zijn nu 90.000 geldnommers, waarvan het merendeel het geld graag en iets anders besteed willen zien. Neem bijvoorbeeld het oude afgeschreven enige zwembad van Helmond. Er moet zwemles beschikbaar zijn voor alle kinderen van Helmond. Daarnaast maken verenigingen met leden vanuit de hele gemeente gebruik van het zwembad. Door middel van duidelijke planning dienen ze allemaal met elkaar rekening te houden. Tennissers zijn wat mij betreft verwend. Ze willen graag in de luxe positie van een surplus aan tennisbanen op elk moment van de dag. Kort. Zou u tot afronding kunnen komen? Ik heb een afronding. Dat komt nu aan. Kortom, u dupeert omwonenden. Er is geen noodzaak. De ledenaantal en de gemaakte prognoses van de vereniging klopt niet. De afstand is minder dan de richtlijn. Het geluisterbouw is meer dan de richtlijn. U heeft de omwonenden vrij kwetsig toegezegd en onlangs nog niet bevestigd. Een 80 jaar oude bestonden eigenwoon is onvervangbaar. Het geld kan veel beter besteed worden. U kunt dit zo niet laten passeren. Ik hoop op uw begrip en dat u voorgenomen stem kunt heroverwegen. Dank u wel. Dan kijk ik even naar de leden van de gemeenteraad. Zijn er vragen aan de heer Van Hooy? Zo niet, dan dank ik de heer Van Hooy voor zijn inspreekrecht. En zou ik willen overgaan tot uitnodiging van de heer Van Vught, die ook nog een inspreekrecht heeft gevraagd. Dank u wel. Geachte leden van de raad, geachte collega's, ik ben Hans van Vught, gewoon in de kastmolen. Aan de andere kant dan de heren die zojuist gesproken hebben. Graag maken wij, bewoners van de kastmolen, gebruik van het inspreekrecht wat om wat zaken uit onze zienswijze toe te lichten, zodat u een goed overwegend besluit kunt nemen. Allereerst benadrukken wij, en dat hebben al meer mensen gedaan, dat wij tennis en overigens iedere andere sport een warm hart toedragen. Dat is geen enkel punt van discussie. Het gaat hier echter om de plaats waar de sport wordt uitgeoefend. Wij zijn zeker niet tegen tennisvereniging Carolus, maar wel tegen de in onze ogen niet noodzakelijke uitbreiding daarvan. De impact van een mogelijke uitbreiding heeft grote gevolgen voor de leefomstandigheden van de omwonenden. De oorspronkelijke planning van dit complex in een woonwijk, dat praat ik over in het jaar 2000, zo dicht bij de huizen is al discutabel. Uitbreiding moet je zeker niet willen. Er zijn voldoende alternatieven om de piekbelasting op te vangen. In de door ons ingestuurde zienswijze van mei 2014 hebben wij onze bezwaren reeds aangegeven. De beantwoording daarvan door de gemeente is echter weinig beargumenteerd en weinig steekhoudend. Ik pak er een paar voorbeelden uit. De minimum richtafstand, zojuist werd al over gesproken, de afstand tussen de uitbreiding en de percelen van de wonenden, dient volgens de VNG-richtlijn handreiking minimaal 50 meter te zijn. Door uitvoering van het plan wordt de richtafstand 20 tot 23 meter. Ik citeer het antwoord van de gemeente. De tennisvereniging voldoet inderdaad niet aan de richtafstand van 50 meter uit de VNG-handreiking. Een onderzoek is uitgevoerd naar mogelijke geluidshinder. Uit deze onderzoeken blijkt dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd. Einde citaat. Het gaat hier dus alleen om geluid- en lichthinder, maar niet over belemmering van het zicht op een dergelijke afstand. De wet mag dan voor ons bepalen wat aanvaardbaar is en de omgevingscommissie mag voornemens doen tot verandering. Maar wettelijke bepalingen worden nu niet nagekomen.
En wat eventueel, en wat doen we als een eventueel gerealiseerde uitbreiding teruggedraaid moet worden, omdat garanties niet worden nagekomen of dreigen nagekomen te worden? Wat doe je dan? Dan ligt dat ding daar en dan kun je niks meer. Nog een voorbeeld. In 2007 heeft een van de bewoners zijn woning aan de Kastmolen gekocht. Navraag bij ambtenaren van de gemeente Helmond leverde op dat het perceel naast de tennisclub bestemming groen recreatie had. In 2012 is de bestemming van het betrokken perceel gewijzigd in de bestemming groen. Daarom heeft deze bewoner in 2013 zijn woning fors verbouwd, zodat hij daar nog vele jaren met plezier van zijn mooie omgeving kan genieten. Nu wil de gemeente weer terug naar bestemming sport. Wat moeten we met een dergelijk onbetrouwbare overheid? Dit slaat alles. Ik citeer het antwoord van de gemeente. In de ruimtelijke ordening zijn altijd ontwikkelingen gaande en ook mogelijk. Wij vragen ons dan af, in alle eerlijkheid, ten koste van wat? Het belangrijkste bezwaar echter tegen de uitbreiding is het ontbreken van de noodzaak daartoe. De andere sprekers hebben er ook al over gehad. Er wordt met ledenaantallen gestrooid als ware pepernoten. Los van alle aantallen durven wij te beweren dat er misschien op een enkele avond tussen 7 en 9 en een paar competitiezaterdagen knel moet ontstaan. Deze kunnen door de samenwerking met andere tennisverenigingen worden opgelost, als men dat wil. Maar de wil daartoe bestaat niet. Vorige week sprak de heer De Rooij namens de stichting en vereniging Corolus over sport verbroederd. Zijn wij het volledig mee eens, maar blijkbaar verbroedert sport niet tussen de broertjes MTV en Corolus. Sport verbroedert, dat gebeurt ook voor en na het spel. Dus af en toe een half uurtje wachten is vanuit deze opvatting alleen maar goed. Je wil als vereniging toch ook niet dat de leden alleen maar komen tennissen? Wij vragen ons af of u als raad erbij stilgestaan heeft dat de eventuele capaciteitsuitbreiding van de tennisclub de oplossing betekent voor slechts enkele piekmomenten, maar dat wij, bewoners van Kastmolen en Sint-Antoniusweg, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 52 weken per jaar met een uitgebreid park opgescheept zitten. De sporters komen en gaan na een uurtje weer weg, omwonenden blijven met overlast achter. En dit alles terwijl het vermeende capaciteitstekort, ook dat hebben anderen al gezegd, slechts van tijdelijke aard zal blijken te zijn, aangezien de trend onder de jeugd is om een groepssport te beoefenen en niet een individuele sport als tennis. Tot slot enkele opmerkingen uit de commissievergadering van afgelopen dinsdag. En daar heeft de eerste spreker ook al wat over gezegd, over democratie in Helmond. De voorzitter van de tennisvereniging steekt de hand uit om een goede buur te zijn. Dat gebaar waarderen wij zeer, maar ook deze buurman gaat naar huis en laat omwonenden achter met een tennisbaan tegen hun voortuin aan. En als laatste, wij zouden bezwaren maken om bezwaren te maken. Een dergelijke kwalificatie, en ik wil bijna de naam noemen, maar ik doe het niet. Een dergelijke kwalificatie van ons bezwaar tacht elke vorm van democratisch denken en handelen. Onze leefomstandigheden worden wel degelijk verder aangetast. En het is ons goed recht om hier bezwaar tegen te maken. En dat zullen we doen. En verder ook. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk even naar de leden van de gemeenteraad. Ik heb u vragen. Mevrouw van der Waardenburg. Ja, dank u voorzitter. Ik heb één vraag. Dat ziet op het citaat dat gaat over VNG handreiking bedrijf en milieuzonering. Korte vraag, bent u op de hoogte van het feit dat de VNG enkel richtlijnen aangeeft en wel de mogelijkheid biedt om af te wijken, mits er dus een goed gemotiveerde sprake is van aanvaardbaar worden leefklimaat? Daar ben ik heel benieuwd naar die afweging, want die weten wij niet. Die hebben wij niet meegekregen van de commissie. Dank u wel. Het gaat niet met elkaar afweging. Dank u wel. Dank u wel, heer Van Vught. Dat waren de leden die op spreekrecht hebben gevraagd op dit agendapunt.